cameraman in actie. Ah, nice. Dat is toch leuk, Dennis? Ik heb even een actieshot van jullie. Jou? Ja. Nee, ja, nu wel. Aan mij dat is leuk. Aan mij dat is leuk. Aan mij dat is leuk. Klonk het goed, Klaas? Aan mij? Dat is zot. Rustdagje, lekker aan het chillen. En we zijn met de meiden even gaan lunchen in de bergen. We zijn met een bus naartoe gegaan. Echt niet normaal mooi. Check this. Bij jou? Ja. Moet wel water over. Ik ga het wel proberen. Ik ben echt geen held met die kou. Oeh, deze diepel. Ah, koud. Wacht, ik heb het even al even. Gelukt! We staan op een eiland. Gewoon het eiland. En nu dacht ik, kan mooi even mijn schaatsen gaan klaarmaken voor morgen. Ik heb namelijk nieuwe potjes. Dus deze zijn oud. Ga ik even nieuwe opdoen. Vet. Custom made door een vriend van mij. En nu deze twee, deze en die. Er is ook nog afhalen. Mooi hè? Nou, het zit. Nu nog even goed afstellen. Dat die op het streepje komt. En aan de achterkant ook. En dan is het klaar. Klaar voor het Hartenkindgala. Yes, yes. Zijn benieuwd. In het Lauwman Museum. Alle veilingitems. Die gaan hopelijk mooi wat geld opleveren voor Hartenkind.
kind hebben. En ik maak hun zorgen mee op afstand. Nick, en ik... een fotootje, hartstikke idee. Gaan van links naar rechts. En daar, vanwege de beelden, had je gehad. Dit is een visje die ik heb gekocht. Dat betekent dat ik een jaar lang mag ik zeggen dat ik een zebravisje heb. Een aquarium vol, ja. Een aquarium vol. Ja. En ik ga vragen... Super belangrijk onderzoek. Ik ga vragen of ik met mijn voeten erin mag. Ja, nou. Ik denk dat het goed voor de visjes. Nee, dit is speciaal daarvoor. Die visjes is leuk. Ja. Joost? Ja? Wat zit erop? Zeker. Was leuk, hè? Was te gek. Ja. Een opbrengst van 155.000 euro. Lekker. Mede dankzij de Short Track Clinic van deze dame. Ja, en heel veel andere mooie dingen. Te ja, gek. Zo. Even nou, afkoelen. Gezellig avondje. Het was fantastisch. Met moeders. Lekker. En een mooie opbrengst voor alle hartekindjes. Ja, daar ging het ook om, hè. Daar ging de avond om. Ja. Joe. Bedankt voor het kijken allemaal, superleuk. Like even en reageer wat je graag wil zien. Ik heb gelezen dat jullie graag iets over voeding willen zien, dus dat komt eraan. Maar niet in de volgende vlog, want dan laat ik jullie zien hoe ik een zware fietstraining doe. Dus hou mijn YouTube profiel in de gaten. Subscribe, dan krijg je melding, dat is nog makkelijker.